We zijn er jongens, bij de toren. Oh, wat ziet er weer goed uit. Daar ligt er weer mooi bij zo. Vandaag is officieel de dag dat we er gewoon in mogen. De tweede huisgenoot staat hier voor mijn neus. En het is... Let op. Hij trapt hem. Met de rechter. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En het is al een tijdje geleden dat ik een video heb geüpload. Maar zoals jullie weten is mijn MacBook laatst gestolen uit mijn auto. Dus ik kon niet editen, ik kon helemaal niks. Maar het is gefixt. Ruud, waar ga je heen? Ik ga de zaken, jongens. En daarna? Daarna gaan wij naar Amstelveen. Precies, want vandaag is het maandag 1 november en vandaag mogen we het huis in. En ik ga het weer zeggen, je hoort het aan mijn stem. Het is nog vroeg, maar ik ga nu naar Amstelveen. Want er komt iemand van KPN, die komt het internet instellen en al het gedoe. Dus Ruud, ik zie jou vanmiddag en veel plezier met je examen. Yes. Oké, joe. Een tijdje geleden in de vlog hebben jullie vast wel het busje gezien van mijn pa. Die is overleden, dus er is een nieuw busje gekomen en dit ding is echt helemaal top. En wat ook chill is, in deze auto kun je je telefoon verbinden met Bluetooth. En dat is echt heel nice, en met die andere kon het niet, want die kwam uit 2004 of zo. Maar goed, dit hele busje is al volgeladen, dat hebben we gisteren gedaan. En ook zaterdag hebben we alvast even wat dingen gehaald. We zijn gisteren naar de IKEA geweest, dus de hele achterbak zit vol met spullen. Ik ga nu snel naar Amstelveen, want het kan zijn dat die man van KPN straks voor de deur staat. En dan hebben we eindelijk internet. Maar jongens, vanaf vandaag gaan we er eindelijk slapen. Ik heb achterin ook gewoon allemaal trasje meegenomen, want 4 november, dat is donderdag, dan pas komen de bedden. Dus, maar ik heb gezegd, als ik daar eenmaal in kan, wil ik er gewoon gelijk in. Dus laten we nu snel even opschieten en richting Amstelveen. Ik zit nu in de auto en het is bijna 8 uur en moet je eens eventjes kijken hoe mooi die zon er doorheen komt. Wat een plaatje. Kijk eens waar we zijn. We zijn er jongens, bij de toren. Oh, wat ziet er weer goed uit. Daar ligt er weer mooi bij zo. Zo, we staan in de garage en het is nog een beetje een troep, er zijn nog een paar spulletjes. Maar wij zijn als het goed is vandaag de enige samen met onze buurman die erin zitten. Dus het hele gebouw is van onszelf samen met onze buurman. Dus moet je nagaan, er is nog helemaal niemand, er woont ook nog niemand. En volgens mij zijn alle appartementen van andere mensen ook nog niet eens aangewezen. Maar goed, ik heb even de bus neergezet en ja, hij staat niet helemaal lekker, maar dat komt ja. Gewoon, ja, nee, maakt verder niet uit. Nee, hij staat gewoon niet goed. Nee, klopt. Maar moet je eens eventjes kijken. Ja. Dit moet allemaal naar boven. Dus dat ga ik doen. Moet je eens even kijken, jongens. Daar zijn we weer. Oh, jongens. Dit vervult echt niet gewoon. Moet je eens eventjes kijken. Wat mooi. Oh. Het is nog vroeg. De man van KPN komt tussen 8 en 10. Dus ik weet eigenlijk niet hoe laat hij hier precies is. Ik heb de vorige keer heb ik deze bank in elkaar gezet. Deze bank die had ik gekocht ook voor bij Gio. Maar dit is even een tijdelijke bank. Er komt nog een grotere bank. Maar die komt volgens mij ergens pas in december. Mijn tv staat er ook nog deze voor op mijn kamer. Maar die hadden we even aangesloten dat we ja, even muziek konden luisteren op tv. En kijk eens. Er zit een behangetje op de muur. En er zit een soort van, je ziet het misschien niet heel goed. Maar er zit een soort van relief in. Dus het is, je voelt het wel heel erg lekker. En kijk eens eventjes dit. Dit vind ik zo dik zelf. Dit is een tv-wand en die heeft een interieurbouwer gemaakt, Patrick. En moet je zien, wat een topding. Hier komt dan een tv in te hangen en we hebben het even zwart geverfd, zodat je zeg maar de randen niet nog een witte rand ziet. Nou, komt hier komen de PlayStation alle gedoe op te staan. Maar lekker jongens, we zijn er weer. En het wordt nu eventjes afwachten op de man van KPN. Ik ga zo even naar beneden hier bij Lidl. Dan ga ik eventjes een mandje halen, een winkelwagentje. En dan gooi je al die shit in van de IKEA en dan kan ik hem zo... Hats hier naar boven rijden. En dan ga ik eventjes de keuken indelen. Alle glazen, de borden en alle andere dingetjes die we hebben. Dus ja, ik ga mijn winkelkantje zoeken ergens. Ja! Een tv! Oh, wat ben ik hier blij mee. Ik wil altijd al echt een fucking grote tv. Maar ja, ik heb nu een fucking grote tv. Een 65 inch, een Sony Bravia XRX90J. En moet je eens eventjes kijken. Wat een top tv! Ah. Atsplas. Maar dit ding is groot. Niet loslopen. Zo. Check hoe groot deze tv is. Ik ben hier zo blij mee. Ik heb deze van Sony gekregen. Dus Sony, sowieso bedankt aan jullie. Het is echt vet. En ik wilde ook altijd wel een Sony tv. Want Sony staat er gewoon bekend dat het gewoon de beste tv's heeft. Beeldkwaliteit. Dus ja. We hebben er een! Ik zit alleen nu te denken, ik kan denk ik niet in mijn eentje eruit tillen en allemaal gaan opbouwen, denk ik. Want ik kan het ding niet eens... Oké, misschien lukt dat wel. Nou, we gaan het proberen even een beetje daarin te zetten. Want die tv die daar staat,
Dat is de tv voor op mijn kamer. Alleen straks komt de man van KPN. Dus ik denk dat ik eerst eventjes Sony moet gaan aansluiten. Zodat hij ook de tv kan installeren. Maar oh jongens. Het is een 4K LED tv uit 2021. Wat een kanon zeg. Wauw. Oh, ik kan echt niet wachten tot alles gewoon er staat. En dat de tv daar hangt. En dat we gewoon tv kunnen kijken hier. Maar in principe... Vandaag is officieel de dag dat we er gewoon in mogen. Maar we gaan nu gewoon alles proberen vandaag een beetje klaar te maken. Eigenlijk is er al veel wel een beetje gefixt. We hebben hier nog stoeltjes staan, maar hier komt nog een tafel en alles. Maar de basisspullen hebben we allemaal al. Dus we hebben handdoeken en alle basisdingen om hier te gaan slapen. Die hebben we. Dus als het goed is, gaan wij hier vanavond gewoon lekker met z'n drieën slapen. En vanmiddag komt ook de tweede huisgenoot erbij. En die gaan jullie dan ook zien. Dus ik ben er hartstikke benieuwd wat jullie van hem vinden. En wat ik zo ga doen, is deze jongens aansluiten. Mijn Sonos boxen. Ik heb hier een mooie sub. En ik heb een soundbar. En ik heb ergens... Waar zijn die andere dingen dan? Oh, hier. En ik heb hier nog twee Sonos boxen. Dus we gaan zo ook eventjes muziek knallen. Maar dan moeten we natuurlijk eerst wifi hebben, want dan kunnen we allemaal aansluiten. Oh. Maar ik ga eventjes proberen de tv aan te sluiten. Daar gaan we. Het lukt me. Standaardjes, de pootjes. Oké, jongens, ik heb een probleempje. Namelijk, deze doos die heeft Ruben vorige keer uitgepakt. Had hij in mijn badkamer gezet. Alleen vervolgens heeft hij de afstandsbediening en de pootjes in zijn kast op zijn kamer. En heeft hij opgesloten. Oftewel, de afstandsbediening van de tv en de pootjes kan ik niet bijkomen. Want die zitten in deze verdomde kast. Jongens, ik heb een karretje. Ik heb een karretje, let's go. Jongens, dit is wel een hele mooie afdaling. Zou het denk je stinken als ik hier nu op ga hangen? Let's go! Zo jongens, ik heb de car en we gaan al deze troepen inladen en naar boven brengen. En de man van KPN is nog niet langs geweest, maar Ruben heeft contact met hem als het goed is. Maar ik weet dus niet of hij mij straks gaat bellen als hij er is. Geen idee. Nou jongens, vol bakkie. We gaan naar boven. Wow, oké. We hebben al één box geïnstalleerd op het systeem. Er is net een man geweest voor de wifi. Moet je eens eventjes kijken. Het staat hier allemaal. Het is nog een beetje een zootje. Alleen, dit was blijkbaar het handigst volgens die man. Alleen is iets raars aan de hand. Want ik kan deze boxen van Sonos kan ik niet installeren. Maar ik heb deze keer thuis op het oude systeem bij mijn ouders een keer geïnstalleerd. Maar ik heb geen idee hoe ik dat nu weer goed ga fixen, zeg maar. Volgens mij moest ik het dan, ik heb het allemaal opgezocht, maar het lukt me gewoon niet. Dus ik weet ook niet wat ik nu moet doen. Maar goed, ik ben het alsnog wel aan het uitpakken en ik ga het neerzetten. Want ja, ik kan niet zonder muziek, dus ik ga lekker een muziekje opzetten. Gaan we dit misschien allemaal wegpleuren? Ik heb al een beetje de car uitgeruimd. We hebben borden, echt, dat is zo bizar. En dan loop je dus in de IKEA en dan zie je dingen en dan zegt je moeder van, oh, dit moet je hebben, dit moet je hebben. En dan denk je van, oh ja. Je moet inderdaad gewoon nu echt alles hebben in huis. Van kaarsjes naar... Ah, kijk, dit is natuurlijk ook belangrijk, shotglaasjes. Maar gewoon echt van alles. Messen, van die bakjes, een ovenschaal, pollepels of wat het ook is. Heel veel spulletjes. Oh jongens, ik heb er zoveel zin in om dat gewoon ervoor te zorgen dat alles gewoon helemaal af is en helemaal klaar. En ik ben nog steeds zo aan het genieten van het lekkere licht hier in huis. We hebben de hele dag zon. De zon komt daar op en dan gaat hij zo helemaal rond. Dus op het balkon hebben we heel veel zon. En moet je eens eventjes kijken. Het blijft echt heerlijk. Volle zon. Lekker hoor. Jongens, het is gelukt. Daar staat er één. Daar staat er in de hoek. En de sub. Dit is wel tijdelijk. Ik ga het nog niet zo laten staan. Want waarschijnlijk ga ik daar een boxje in de hoek doen. Daar een boxje in de hoek. En dan een sub. Zo daar. En dan komt er nog een playbar daar. Maar jongens, het gaat de goede kant op. Ik ben net even naar beneden gelopen. Want ik heb eventjes broodjes gehaald. Maar kijk eens wie er is aangekomen. Ruben! Hey! Hey, daar ben je. Hey, moet je eens kijken. Ik heb hier trouwens op de... Kijk eens even. Kijk. Oh, het ziet er wel leuk uit, hè? Twee plantjes neergezet. Maar je ruikt ook lekker, hè? Dat ruikt echt chill. Ja, dat komt door dit dingetje. Echt heel nice. Zo'n geurdingetje met stokjes. Maar goed, kijk eens even. De derde persoon heeft hier al wat spulletjes neergelegd. Nou, wie is dit? Ja, wie is dit? Zo echt een sukkel. Geen idee van wie dit is. Maar goed, hij komt hier zo heen. Hij heeft al wat spullen afgeleverd net, maar mijn camera die was leeg. Dus vandaar dat ik het niet had gefilmd.
Maar ik heb net eventjes wat dingetjes gekocht. Ik heb even dit allemaal afgedaan, want hier staat allemaal nog folie overheen. Ik ben nu even, ja, ik ga even wat zeggen. Ik ga nu even lunchen. Jezus, wat is dat voor geluid, joh? Oh, die zijn helemaal tegenstand nu. Oh, kijk trouwens, nu kun je het ook zien. Ik heb heel het glas weggehaald, dus nu is het gewoon een balkon. Wat lekker, jongens. Lekker in het zonnetje zo. Ha, heerlijk. Hier moeten we nog eens even een lounge set gaan maken met lekkere kussentjes en zo. Hey, maar Ruup, ja? Het begint een beetje erg te lijken. Het begint een beetje erg op te lijken. Ik heb even mijn tv even neergezet. Ze kunnen we dat gedaan? Ze moeten niet die andere neerzetten. Nou ja, omdat we moeten zeg maar, we moeten dit hier ophangen en zo. Maar we hebben die ophangsel nog niet, dus... Eerst even deze. Maar goed, ik ga nu even lekker eten. Wij hebben net lekker een broodje gegeten en wij gaan nu naar beneden en we gaan weer de kar gebruiken, want beneden staan nog meer spullen, zoals boksen en mijn microfoon en andere dingetjes, mijn matras. Hey, hè? Wat is dit nou weer? Is het weer opeens hier gespand? Hè? Wie doet dit nou? Is dit voor gekkigheid? Wat een gekke gozer is het toch? Oh, een lamp. Dat is een mooie lamp. Dat is een mooie lamp. Hé, hey, maar hij heeft wel een mooi blauw bed. Ja, hij heeft wel een mooi blauw bed. Ja, ik heb echt een heel vies oud matrasje, wat ik nu eventjes 2 of 3 dagen neerga. Oh jongens, kijk even mijn kamer trouwens. Ja, dit is Rubens bed voor vanavond. Hé, hey, jij hebt nog wel een groot matrasje. Maar, ik heb echt ongeveer dit. Ik heb gewoon zo'n eenpersoons dingetje. Ja. Oh, Ruben, dit is een lekkere plek. Ja. Als jij hier gaat zitten zo, dan kan je zo uitkijken over de arena, over het groen, over het mooie groen. Ik heb hier namelijk, hier komt mijn bed te staan, maar die is er nog niet. Wat een leuk plantje ook. Hier heb ik nog wat spulletjes, maar eventjes kijken. Ja, hier komt mijn bureau te staan. Precies op deze plek waar die nu staat. Dat is niet waar. Deze komt zo hier tegen de muur aan te staan. Dan komt daar mijn microfoon. Dan ga ik hier zeg maar mijn muziek lekker maken weer. Oh, jongens, ik kan echt niet wachten tot mijn bed er ook is. Dat is zo lekker dat ik gewoon hier mijn bed heb. Dan komt hier nog zo'n kastje met daar mijn tv. Mijn tv heb ik al. En hier twee hele mooie kasten. Kijk eens eventjes. Ik heb ook echt heel veel kleding, dus ik heb ook echt wel 2 kasten nodig. Dus kijk eens. Een kast voor een kast. Hey! Yes! Kijk, we gaan. Ja, we gaan. Dit is dus in de gang, maar het is gewoon nog helemaal niet af. Er liggen hier nog allemaal spulletjes. Maar goed, wij zitten wij er al in. Wij mogen er al in. En dit blijft ook zo dik, hè. Oh, kijk eens de Zuidas daar. Lekker hoor. Ja, dat is een mooi gebouwtje zo. Dat is echt mooi. De garage. Mark? Wij hebben toch zo'n box? Ik heb toch zo'n mooie box? Dan kon ik mijn Ferrari inzetten, toch of niet? Ja, die moest je eerst Ferrari hebben. Oh, ah, oké. Okay. Ja, daar staat hij. De bus. Oké, okay, jongens. Het laatste beetje. Hoe gaan we dit doen dan? In de car zetten. Zoveel mogelijk in de car. En matras? Later. Ja, of misschien dat het mee kan. Er kan best wel veel in de car. We gaan lekker proppen. Hey, dit karretje is wel echt handig, hè? Ik zit er helemaal vol aan. Moet je eens even kijken hoe goed wij dit karretje hebben gevuld. Hey, maar en de bus even, is gewoon bijna helemaal leeg. Zeg even dat dit bijna alleen maar geluid is. Er zitten 4 KRK-boxen hierin. DJ set, een microfoon, alleen maar geluiddingen. Ja, 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 precies, hey, precies. Als nu de buren ons maar al zouden zien van... Ja, als de buren... boxen, Sonos, als de buren mij volgens kijken, denken ze van, oh, dat gaat helemaal fout. Maar nee, jongens, wij maken allemaal heel veel muziek en Ruben die draait. Die is DJ, ik maak muziek. Dus we hebben het allemaal nodig, maar echt, die car die heeft, heeft ons echt gered. Huh? Ga ik over die snoer heen komen? Ja, dat komt goed. Ja? Daar zijn we. Nou, het is gelukt. We zijn boven. Wel, het blijft er bovenaan komen. Ja. Oh. Dames en heren, het moment van de waarheid. De tweede huisgenoot staat hier voor mijn neus en het is Willem Mientjes. Oh wow, my god, oh my god. Ik denk dat heel veel mensen het toch al verwachten. Ze wisten het al, hè. De comments stonden al, sommige mensen hadden het al wel goed geraden. Maar ja, jongens, Willem die komt gewoon gezellig. Vinden jullie ervan? Lekker met z'n drieën. Ja, ik moet het nog helemaal gaan wennen. Had iemand anders gewild? Ik had iemand anders gewild. Ja, dacht ik. Ja, zeg maar, eigenlijk had ik niet gewild. Maar, maar eigenlijk heb jij niks te willen, want ik ging met Willem samenwonen. En jij komt erbij. Jij moet van geluk spreken. Ja, nee, dan ga ik wel weer weg. Je hoeft niet die boos te gaan doen. Of nee, maar dan ga ik wel weg. Betalen jullie dan ook dat andere deel voor mij? Nee, dan zoek iemand anders. Iemand is leuker. Moesten wij niet ook nog die stoelen op? Ja, kom, we gaan nu vanaf weg. Het is een ontzettend. Nee, leuk dat je er bent, Willem. En kijk eens, we hebben ook gelijk... Kijk eens wat je gelijk gedaan hebt bij mij. Wat doe ik nou? Dat komt denk ik door het goede verhuizen. We hebben er gelijk... Kijk eens even. We hebben de drank... staat op lang. Dit is water met zeg maar zo'n. Het smaakt. Als je dat in dit soort glaasje doet en je neemt, drinkt het, dan proeft het eigenlijk een beetje hetzelfde als water, maar dan
Het smaakt. Ja, een beetje sterk. Het is goed voor je keel ook. Het spoelt goed. Het spoelt. Okay. Ja. Maar goed, wij gaan eventjes... tot zo. Hatsflats. We zijn weer op de zaak. Het autootje staat geparkeerd. En we gaan een blad inladen volgens mij. Een paar stoelen. En dan gaan we weer terug naar Amstelveen. En dan moeten we ook gaan eten nog vanavond. Dat is heel gek. Zeg maar, ik moet nu over shit gaan nadenken waar ik normaal gesproken nooit over nadacht. Weet je wel. Nu moet ik inderdaad voor eten gaan zorgen. Dingen in huis halen die handig zijn. Want echt, ik merk nu al wel een paar keer dat ik nu dacht van... Oh, ik heb even dat nodig, maar dan heb ik het niet, weet je wel. Dus we moeten nog deze week heel veel gaan doen. Maar dat is alleen maar leuk. En ik ga jullie heel veel meenemen. Ik ga het proberen. En ja, ik heb er zin in. Zo, we hebben weer een paar spulletjes. Een stofzuiger, want er ligt heel veel stof in huis. En we hebben hier een lamp. En we hebben tijdelijke stoelen. En we hebben een blad. Dus dat is helemaal top. En moet je eens kijken wie daar aan het eind van de gang aan komt lopen. Yes! Hey Ruud, we zijn helemaal alleen hier. Er is niemand. Hey, wat nou als we vanavond verstoppertje gaan spelen? Ja, kan wel. Mam! Kijk eens! Wat ik voor je heb gemaakt! Nou, moet je eens eventjes kijken! Mijn tijdelijke bed! Mijn tijdelijke bed! Ik had hier net al een bed neergezet, gewoon zo mijn tas. Oh, maar dit is wel lekker zeg! Oh, een nieuw beddengoed! Hé, hey, er zit een gat in! Het is oud beddengoed. Dat... Oh. Ik krijg een tweepersoonsbed. Ja, ik krijg een tweepersoonsbed jongens, dus voorlopig nog even geen meiden. Dat mag sowieso niet. Doe ik ook niet. Doe ik ook niet. Ik heb al allemaal spullen, al mijn schoenen, heel veel kleding. Maar het stomme is, wij hebben nog geen wasmachine. Oh, wat goed dat jullie allemaal. Dus we moeten hier... Kijk eens eventjes, zit hier allemaal? Zo, ja, dat is de lamp. Hier komen nog wasmachines en een droger. Alleen nu hebben we dat nog niet. Dus het wordt een beetje lastig met wassen. Dus alles goed herbruiken en buiten hangen. Tot we wel een wasmachine hebben. Willem! Wil, jij bent gewoon de enige met een bed. Heb je Willem? Ja. Jij bent gewoon de enige regelen met een bed. Je mag ook bij mij slapen hoor. Is Willem al bekend gemaakt? Willem is al bekend. Moet je eens kijken ook. Dit is Willem. Jeetje, wat een geluk hè, voor die kijkers ook. Man. Oh, mijn man. Willem, ons bed komt waarschijnlijk volgende week maandag of zaterdag. Maar Pink, jij kan straks, als we donderdag gaan, waarschijnlijk weer uit. Dan kan jij gewoon alweer gewoon echt gewoon... Jij kan neerploffen op een heerlijk bed. Ja. Lekker maat, lekker kastje erbij. Nou, ik ben wel een beetje jaloers. Hé, hey, weet je wat ik moet zeggen? Ja. Hij leek zeg maar kleiner toen er niks in stond. Ja, dat zei ik al. Dat sowieso zou gebeuren. Ik zei 100%. Want nu, zeg maar nu, ik vind dat je zeg maar hier heb je kan echt chill staan. Ja. Je bed staat goed, hier heb je nog gewoon ruimte voor een kassie en zo. Je hebt wel een beetje koud hier, Wil? Ja, ik ben een koud. Oh, oké. Okay. Ja, nee jongens, het gaat de goede kant op. Het gaat de goede kant op! En hier in de woonkamer. Ja, het enige nadeel is, we hebben nog heel veel karton. En er hangen nog geen lampen boven, dus we hebben nu even tijdelijk mijn studiolampje neergezet. En we zijn eventjes het onderstel aan het monteren en een tijdelijk blad, want er komt een ander blad van keramische tafels. Ik heb een heel mooi keramisch blad, hè? Wat een gedoe, we hadden hem eerst verkeerd om. Maar het gaat goed, Dus we kunnen vanavond hier al aan eten. We hebben ook tijdelijke stoeltjes, zoals je ziet. Maar heel veel moet gewoon nog komen, dus we hebben ook nog een tijdelijke bank. Alles is bijna tijdelijk. Maar goed, het gaat de goede kant op. Jij bent ook tijdelijk. Ik ben ook tijdelijk, want ik ga morgen naar huis. Eindelijk. Hey! Oh, hoe zag je me nou? Gast, is het letterlijk in de Ja, maar ik zit hier op het hoekje, zeg maar. Waarom zou je naar deze kant kijken? Je gaat op daar. Ik weet waar ik heen moet. Voor mij is het voor de eerste keer. En Halloween is voorbij, dus schrik de macht niet meer. Hey, hoppé! Hey! Niet zo, ben jij zwaar, maat? Ik ben gewoon een beetje dik. Nee, dat zei ik niet. Ik ben gewoon zwaar. Oh. Maar gezellig, Jopie is in die gezellig. Kom gezellig eten. Nou, kom verder in het hotel. Ja. Het lijkt echt op een hotel, hè? Taalzin. Wat? Wat doe je? Niks. Oh, kut. Ja. Taalzin. Ik heb een sleutel meegenomen. Dat is niet handig. Nee. Het gebouw is helemaal verlaat. Er is niemand, hè? Wat is UBA? Wat betekent UBA? UBA? UBA, dat staat er overal aan de lift. Geen idee. Hé, hey, kom binnen! Hey. Kom verder! Nou, wat goed! Leuk dat je er bent. Nou. De eerste! Eigenlijk. Ja, je bent de eerste die langskomt. Je bent de eerste. Ja. Nou, ik ben al een keer geweest. Ja, maar nu is het officieel dat we erin gaan. Ga je hier al slapen? Ja, kijk. Kijk hoe Finn slaapt dan. Wat? Is een minibedje. Op Vlaas bed? Nee, het is gewoon een matras. Het is gewoon een matras. Eén soort matras. En jij dit is jouw dildo. Jezus, pik, wat een ding. En moet je nagaan, die past, hè? Ja. Hij past. Ik ben ondertussen ook hier mijn bureau in elkaar aan het zetten. Het gaat goed. We hebben alleen nog geen lichten, dus vandaar deze studiolamp. Kijk dan, Willem heeft gewoon heel veel dingen afgehaald. Deze fixed. Die hebben een kast in het bed. Ja, lijp. Ja, ons bed is er gewoon nog niet. Ons bed komt zaterdag pas. Dit is een mooi bed.
Ja, nice. Heeft hij die nieuw gekocht? Nee, had hij nog. Nee, had hij nog. Dus hij meegenomen van zijn ouders? Ja. Zo, we hebben nu echt 3 keer 12. Jezus, ja. Twee broers. Ja, echt. Ja, nee, klopt. Jongens, de tafel staat. Hij staat. We hebben 4 standaard stoeltjes. Maar zo gaat het er ook ongeveer uitzien. Alleen komt hier straks een blank. Nee, een bank. Maar zo gaat het ook niet uitzien. Hoor. Dat is wel heel anders. Ja, we worden echt wel huiselijk. Er komt hier een blank. Hé, maar dat voor de eerste dag. Ik vind dat we voor de eerste dag nog best wel goed steady al dingen hebben. Vind je? Ik heb die kartonnen doos wel. Ja, oké, die kartonnen doos daar is wel een beetje jammer. Maar gaan we eten, jongens? Gaan we eten? Ik heb heel veel trek. Ik ook. En we gaan vandaag coke bestellen. Coke bestellen. Oh. Nee, we gaan geen coke bestellen. Ik bedoel, we gaan coke. Nee, we gaan niet koken. We gaan bestellen. Waarom ben je nou Het is al een beetje laat. Hey, merk. Nou, het is wel mooi. Ja, dat is echt niet. Dat Kijk, ze zitten. Dit is opeens een natuur iets te kijken. Oh, dit is een zwart eekhoorn. Oh, jongens, moet je eens eventjes kijken. We hebben lekker pastaatjes besteld. En wat een, ja, ik wilde zeggen wat een gezellig. Maakt vuil wel mee. We hebben nog een, Ik word gehackt, denk ik. Oh, nee. Wat ik zeg, we hebben, wat zeg je nou? Ik word gehackt. Word je gehackt? Wat dan? Uh-oh. Wat is dit? Willem wordt gehackt op zijn telefoon. Je locatie. Kijk, maar goed, wat ik wilde zeggen, we hebben natuurlijk nog geen verlichting, dus het is nu echt met zo'n soort van kamerlampje zo. Met zo'n kamerlampje zit hier te eten. Maar jongens, gezellig. Eerste maaltijd. Ja, en de laatste. Kom nog niet terug. Doe eens even normaal. Moet je eens eventjes kijken wat ik heb opgehangen. Holy shit. Ja, het zit nog niet vast, want ja, het plakt niet helemaal goed, maar we hangen het nu er even omheen om te kijken hoe het er zeg maar uitziet. Maar, ik ben er blij mee. Fucking lezen. Sorry, wat is dat? Normaal doen, Jopie, normaal doen! Wat vind jij ervan? Het is gewoon een lekker sfeertje. De man is een FIFA aan het spelen. Met een mooi dingetje erbij. En je kan deze ook allemaal switchen. Wacht, waar is mijn telefoon? Nee! Let op. Hij trapt hem. Met de rechter. Ja, perfect. Oh jongens, dit is top. Hey, Riep, wat ben je aan het doen? Ik ben even deze DJ's aan het installeren. Wow. Ook wel lekker, zo, je staat er ook wel met een echt goed uitzichtje. Ja, hé, hey, moet je eens eventjes komen kijken? Hé! Hey! Hé, hey, Nick, dus even normaal! Hé, hou je wacht voor eens, man! Hey. Oh, loser. Gek, hè? Kijk eens wat ik heb gedaan. Kijk! Oh, dit ziet er ook lekker uit, hè? Goed, hè? Het ziet er echt heel chill uit. Ik heb gewoon lekker mijn eigen aangezet setup. Ja, kijk. Een stoeltje nog erbij. Dit was van vroeger. Kijk, ik heb een oude laptop gevonden met allemaal oude muziek. Ja, wel dik. Maar dit is wel lekker ook, man. Chill, toch? Nou, echt top. Echt nice. Zeg maar, kijk, waarschijnlijk... Weet je wat lekker is? Dat jij in de kast zeg maar, gewoon hier afschermen... Ja, maar dat vind ik ook zeg maar chill. Dat je zeg maar echt 2 gedeeltes hebt. Hier ga ik zeg maar muziek maken en editen en alles. Hier komt nog een soort van gele stoffen wat ook geluiden tegenhoudt. Hier komt zo mijn bed. Kastje, tv. Ja, het wordt top, hè? Ja, het begint echt lijp te worden, man. Hey, hebben we eigenlijk gekozen over gordijnen, jongen? Oh ja, we hebben hier gordijnen. Dit is nu heel leuk. Ja, het is moeilijk. Ik vind dit ook wel vet, maar deze kan ook. Ik vind dit ook wel vet, een beetje blauwig. Ja. Ik wil hier ook nog een soort van schilderij hangen of iets met groen, want ik vind het nog een beetje, het is nog een beetje kaal, maar ja. Maar dat komt omdat we hier pas 1 dag wonen, dus logisch. Jezus! En nou niet op! Ja, ja. Gewoon, we hebben straks gewoon in elke kamer in de vrouw. We zijn er boksen. Jeetje, zeg. Dit wordt zo'n ziek... Porno uitgaanshuis is niet normaal. Waarschijnlijk donderdag gaan jullie voor het eerst uit dat jullie wonen liggen waarschijnlijk vrijdagochtend en allemaal weer mensen in bed. Nou ja, ik heb een 1-persoons bed in principe. Oh, ja. Fuck! Wie? Wil je? Je skipt me heel hard. Dag. Veel plezier. Ja. En als je niet kan slapen en je het eng vindt, kan je altijd een appje sturen, hè? Ja, komt goed. Komt helemaal goed. Doei. Dag, Jopie. Jongens, Nick is weg! Ik heb 2 dezelfde sleutels. Oh. Waarom doe je dat dan? Eigenlijk moet je deze opzetten als je de bas wilt testen. Huh? Deze moet je opzetten als je de bas wilt testen. Ja, eigenlijk wel. Oh jongens, wat lekker zeg. Hoe vaak heb ik denk je nu al gezegd, oh jongens, wat lekker zeg. Jongens, wat lekker zeg. 4. Oh jongens, wat lekker zeg! 5. Oh jongens, wat lekker zeg! 20. Goed zo.
Iedereen die ligt al lekker in bed, dus ik ga ook maar eens slapen. En wat galmt het hier trouwens. Ik ga voor het eerst lekker mijn douche gebruiken en dan ga ik lekker mijn bed in. Vandaag was een hele chaotische dag, we hebben heel veel gedaan, we hebben zoveel mogelijk proberen te doen in het huis. We hebben zoveel mogelijk hierheen proberen te halen. Maar goed, ik hoop dat jullie een leuke video vinden, dus vond je dit nou een leuke video, laat een duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie.